Hoedje vrienden en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Jordi ter Horst, als je dat nog niet wist. Je kan hier beneden abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Doe dat heel graag. Ik ben onderweg naar de 1000 abonnees. Voor jou een kleine moeite, voor mij heel veel plezier. Dus even op dat abonneerknopje drukken. Ik maak al 5 jaar lang YouTube video's op dit kanaal. Ik en mijn broertje hadden 7 jaar geleden ook een YouTube kanaal. En daarmee gingen we naar Texel. En hebben 6 dagen lang 6 vlogs opgenomen. Samen met mijn vader, ik en mijn broertje. En hebben echt een hele leuke tijd gehad. Dat is al 7 jaar geleden zoals ik al zei. Dus ik ben al wat aangekomen. En mijn broertje heeft nu een baard en is ook al wat aangekomen. Ik wou dit gewoon gaan uitzenden. Het leek me gewoon leuk om dit ook op mijn kanaal te gooien. Het andere YouTube kanaal, er wordt niks meer mee gedaan. Maar dit kanaal juist wel. Dus ik dacht, die beelden die wil ik ook gewoon op mijn kanaal hebben. Dus 6 weken lang deze video. Abonneer en heel veel kijkplezier met de video. Als het lang duurt, dan pak ik zo zacht is vandaag. Stil, je verpest dit. Wat? Ik ben verslaafd. Je zou het filmen? Ja. Sukkel. Ja, rustig. Af hier. Een hele goede morgen, jongens. En het is vandaag tweede dag. Het is eigenlijk vandaag. Tweede dag? Ja, heel goed. Oké, geen flauw idee. Mooi de datum. Ja, het is dinsdag. Dinsdag weet ik veel. Ja, oké, dit is dinsdag. En we gaan geen flauw idee doen. We krijgen niet te horen wat we gaan doen. Dat is juist het leuke. En we gaan zo meteen op weg. We gaan nu eigenlijk weg. Dus we gaan kijken wat we gaan doen. Je moet even meekomen lopen. Kom, loop even mee. Waar gaan we naartoe? Laten zien. Ik vind de waterkoker gewoon echt geniaal. De waterkoker? Kijk, de waterkoker. Oké. Okay. Hij heeft gewoon een hanenkam. Dat is een... Coole waterkoker. Dat is een hele ik coole waterkoker. Ik heb een waterkoker thuis. Dus als iemand weet waar je die waterkoker koopt, melden. Bij ons melden graag. Hier op Facebook, dus dat willen we wel even weten. Dus. Oké, dit is wel leuk. We zijn nu bij de haven aangekomen. En we gaan een... tuk-tukje huren, als het kan. En daar wouden we eigenlijk maar geen rondcruisen over het eiland heen. Dus ja, dat is wat we nu gaan doen. Mijn vader is nu aan het bellen om te huren, dus ja. En dan kijken we of we een kunnen huren. Die dacht bij tuk-tuk altijd aan een koekje, aan een tuk. Ja, inderdaad. Dat is wel lekker. Ik weet niet of ons, maar we zitten dus in onze tuk-tuk. Op weg, maar naartoe, we gaan overal gewoon lekker het eiland over. Het is heerlijk dit. Wat een gekke gret allemaal. Nou, zoals je nu ziet, zijn we dus met het vliegveld. En zijn nu met onze tuk-tuk heen gereden. Dat is hartstikke leuk. We kunnen overal gewoon heen rijden. Dat is hartstikke leuk. Het staat hier. Hartstikke
is geweldig. We gaan dus naar de Koog zelf, om daar met Jeroen rond te rijden. Dus, ja. We hebben net even het terrasje gedaan, we gaan nu even wat snacken. Dan gaan we de tuk-tuk weer naar huis brengen, of terugbrengen. En dan gaan we zelf weer naar huis. En nu wachten op eten. En nu wachten op eten, even snacken. Even een dingetje eten. Even een dingetje eten, hoe heet het eigenlijk? De gehaktstaaf. Gehaktstaaf, ja. Vind ik leuk. Lol. Nee, maar dat was het wel. Vanavond nog even uit eten, terrasje pakken. Het is nou nog mooi weer. Inderdaad. Zo, we zitten nu in de auto. Boe. Vind je de auto boe? Nee, ik zei woe, maar ik kan niet echt genoeg zeggen. Oh, ja, jouw stem is echt als een dode vis. Echt een dode vis. Ja. Maar we gaan even lekker sperrips eten bij oma Henk. Ja. We gaan altijd naar oma Henk sperrips eten. Lekker, lekker, ik heb honger. Heb je ook honger, Mark? Ja, ik heb maar honger. Trek. Trek, oké, okay, weer trek. Waarom trek? Honger is op zin van een arm land. Ja, maar wij zijn ook een arm land. We waren de camera vergeten mee te nemen onder het eten en het terrasje. Oh. Maar we hebben wat foto's gemaakt, dus daar kan je naar kijken. Zo is het. Nou, en dat was hem weer voor vandaag. We zijn weer bij onze kamer. Ik hoop dat je hele mooie foto's vond. Het waren wel een paar, ik weet het. Maar is het een knoper? Ah, zo moet ik lekker. Oké, nou ja, ik vond het een hele leuke dag. Het is vooral die tuk-tuk, lekker rondgereisd. Dat, ja, hartstikke geweldig. Hadden we nog trouwens niet eerder gedaan. Dit is de vierde keer dat we op Texel zijn nu. Ja. En nou, we hadden nog geen tuk-tuk reis gedaan, dus dat was erg leuk om te doen trouwens. Ja. En wat hadden we meer gedaan? Een beetje sperps dus gegeten, terrasjes gepakt. Ja, dat was hartstikke leuk. Wat geef jij voor cijfer, Jordi? Ik geef het een dikke 9. Dikke 9. Ja, ik denk dat ik daar wel mee eens ben. 9 ziet er wel goed voor deze dag. Dus, ik ga jullie overboek omgooien en dan zie ik jullie morgen weer.